Hallo allemaal en welkom terug. Ik ben Vidioot en ik ben een fantastische fan, een echte diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik vind op dit moment, vind ik dit de leukste foto. Dit vind ik echt vintage Femke. Echt super. Onvoorstelbaar. Als je mevrouw Halsema vergelijkt met de burgemeesters die deze stad tot nu toe heeft gehad. Hè? Alle burgemeesters voor haar. Dit vind ik ook een goede foto. Een van de meest dislikable people in de hele wereld. Gerrit Zalm. Hu, weet je wel. Maar naast Femke wordt zelfs Gerrit Zalm plotseling een hele leuke en vreselijk geestige meneer. Snapt u? Ja, dat is Femke Power. Dat is super Femke. Ik wist niet echt goed wat ik met dit YouTube kanaal zou doen. En ik had wat dingen geprobeerd. Gewoon wat video's maken en dan weer weggooien. En dan weer video's maken en weggooien. En soms worden ze best goed bekeken. En soms kreeg ik best leuke reacties. En toen zat ik te denken van toch weer van ja, gooi toch maar weer weg. En ga toch maar weer wat anders doen. En wat ik nu aan het doen ben zijn een soort reviews zijn het. En vandaag gaan wij een review doen, tenminste vandaag ga ik een review doen, van de beste cocktailsaus ter wereld. Dit is Calvé cocktailsaus. Google herkent dat niet echt. Calf cocktailsaus? Nee, ik bedoel Calvé cocktailsaus. Deze vind ik echt niet te vreten. En ik vond de oudere variant vond ik niet te vreten. En deze variant vind ik niet te vreten. En de nieuwere variant, die vind ik ook niet te vreten. Dus Calvé cocktailsaus. Ik moet er niet aan denken. Dit is volgens mij daarna de meest bekende. Dus Calvé is de meest bekende cocktailsaus. Dan heb je Remia cocktailsaus. Hangt een beetje vanaf waar je woont, wat je supermarkt hebt. Maar die van Remia, yeah, ze hebben een smoky hot cocktailsaus. Maar die ben ik nog nooit ergens tegengekomen. Ik heb me laten vertellen dat die heel lekker is. Maar hun reguliere cocktailsaus, oh mijn god, die is niet te vreten. Die is echt niet te vreten. Dus Calvé cocktailsaus zou ik overslaan. Remia cocktailsaus zou ik overslaan. En we hebben nog een hele hoop andere merken. En die zijn min of meer hetzelfde. Die zijn ook niet echt heel super, ook niet echt heel goed. Helemaal die huismerken van die supermarkten. Oh, mama, je lief. Nou, hij heeft de FOMA, dat is mijn supermarkt. De FOMA, die maakt een soort met, ja, dat noemen ze vers gemaakt. Maar die maken hun eigen cocktailsaus. Kijk, ze hebben ook van hun merk gewoon. Hebben ze cocktailsaus. Die is niet te vreten. Maar deze, die kost een eurotje, een heel klein bakje. Die is aardig, best aardig. Maar weet je, niet echt wat we willen. Nee. Lieve mensen en burgemeester, let u op, want ik weet dat u vlees eet en cocktailsaus bij vlees. Dat is lekker. Dit is de allerlekkerste en allerbeste cocktailsaus ter wereld. Davos en Lemons cocktailsaus. En die is nergens meer te krijgen. Niet waar ik woon. Geen enkele supermarkt heeft hem meer. De Dirk heeft hem niet. De Valmar heeft hem niet. De Albert Heijn heeft hem niet. En ik ben gisteren echt gewoon 4 haltes met de tram gaan reizen naar Jumbo. Die zou hem zogenaamd wel moeten hebben. Nou, mooi niet. De Jumbo heeft hem ook niet meer. Davos en Lemons cocktailsaus is verdwenen uit het pakket. Albert Heijn heeft hem nog online, geloof ik. Als je je boodschappen online bij Albert Heijn bestelt. Maar waarom zou ik dat doen? Het is maar een heel klein stukje lopen.
Maar nee, nergens meer te krijgen. Er staat hier ook op een gegeven moment hier de Spar. Nee, Spar.nl in de stok. Dat is helemaal niet waar. Ik ben bij mijn Spar geweest. Die hebben dit niet. Het is bedroevend, is het. Dus ik moet een manier gaan verzinnen om dit spul te scoren. En ik zit er eigenlijk over te gaan denken om gewoon Davos en Lemons een mail te gaan sturen van help. Ze verkopen jullie cocktailsaus helemaal nergens meer. En ik ben heel zielig, want ik wil jullie cocktailsaus hebben. Mag ik een hele grote emmer ervan? Hoe lang zal dat goed blijven, dat spul? 2 jaar? Doe mij een emmertje cocktailsaus. Ik hoef het niet gekoeld te bewaren. Ofwel, nadat je het openmaakt, moet je het waarschijnlijk wel gekoeld bewaren. Maar goed, dit is naar mijn bescheiden mening, lieve mensen, de lekkerste cocktailsaus die er is. En ja, god, burgemeester Halsema, ik denk dat u deze cocktailsaus ook heel lekker vindt. En ik wil eigenlijk wel een beetje weten, welke cocktailsaus gebruikt u überhaupt cocktailsaus? U heeft kinderen, die kinderen die moeten overal saus bij. Zo zijn kinderen gewoon, heb ik geen saus? Dus de kinderen die willen overal saus bij. Welke cocktailsaus wordt er gebruikt in de familie Halsema? En waarom? Nee, want deze kunnen ze niet gebruiken. Die kan je nergens meer krijgen. Ik zit te denken, misschien kan ik naar zo'n Albert Heijn XL gaan. Zo'n XL Albert Heijn. Zo'n hele grote. Maar dan moet ik helemaal ver reizen. Dan moet ik echt... Ik zou 5, 6, meer 7 haltes met een tram en een bus. Voor een pot whisky, daar begin ik niet aan. Nou ja, lieve mensen, dit was mijn review. Davos & Lemons cocktailsaus, dat is de cocktailsaus waar ik bij zweer. Verreweg de lekkerste, gewoon dikker, wat scherper, weet je wel. Maar ja, helaas niet meer te koop. En waarom niet? Je hebt honderden... Je hebt deze troep, heb je? In je supermarkt. En deze troep heb je in je supermarkt. Je maakt je eigen saus die €1 kost en zo op is. Waarom kan je dit niet gewoon op een plank voor mij zetten? Dit was mijn review. Mijn spoiler review. Van Davos & Lemons cocktailsaus. Tot de volgende keer.